Na dit volgende dan gaan we de loting houden en dan ga ik de spelregels vertellen. Dus neem wat te drinken en dan gaan we zo van start. De eerste slam 2009. En bij een slam is het publiek heel belangrijk, dus ik ga even kijken of het er wel het publiek is. Exit, laat jullie even horen. Oké. Een slam bestaat uit de volgende onderdelen. De geïnviteerde dichters, zijn vier dichters die zich al hebben bewezen in het slamcircuit. Die gaan vandaag 2 keer 3 minuten voordragen. We hebben een jury voor om dat te beoordelen. Op de eerste plaats de man met de hoed daar. Jaap Montagne. Helemaal uit Leiden. Dan daarnaast, als ik het goed zie, een beetje kalend en tevens organisator voor Poëzie in de Jungle, Jos Knoop. Ja mensen, ik zeg Jos Knoop. Oké. En dan met die baard en zware kater vandaag heb ik begrepen, een van de hoordansers, Arie Hoordijk. Ik heb voor de volgorde heb ik even een vrijwilliger nodig die even hier de briefjes kan komen trekken. Is er een vrijwilliger in de zaal? Nou, dan maar gelijk iemand van Stuka Fest. Kom maar gelijk even naar voren dan, iemand. Woensdag is het zover, Stuka Fest in Rotterdam. Wat is dat? Het Studentenkamerfestival. Dat
worden door allerlei artiesten optredens gegeven op 20 studentenkamers verspreid door Rotterdam. En onder andere door Menno Smit, Jeroen Daak geboren. Verder hebben we ook muziek, cabaret, allerlei stijlen. En is het alleen voor studenten of niet? Nee, voor iedereen. Oké, nou ik ga straks nog even vragen hoeveel mensen aan kaart kunnen komen. Nu even het belangrijkste. Hier zitten 4 briefjes in. We hebben vandaag Ellen Dekwits. We hebben Martin Beversluis, we hebben Gijs de Haar en we hebben Nicky Dekker. En die moeten een volgorde moet bepaald worden. Zou jij de eerste, het briefje wat je er nu uithaalt, gaat als eerste optreden? Een heel spannend moment hier. Martin Beversluis gaat straks als eerste performen. En als tweede gaat... Gijs gaat als tweede en als derde. Ellen. Ellen gaat als derde. Ja, en als vierde hoef je eigenlijk niet meer te trekken dan. Nicky gaat als vierde. Dankjewel. De dichters krijgen nu ongeveer 5 minuten om zich even voor te bereiden. En dan zijn we zo meteen terug. En straks gaan we jou alles nog vragen over Stukkenfest. Dank je. I'm gonna go